voor elke leeftijdscategorie hebben ze luchtkussens. Ik ben 35. Het is vrijdagmorgen, zware ochtend om op te bouwen, veel luchtkussens en nog een heleboel andere dingen. Maar ik weet ze even niet uit mijn hoofd op te noemen. Gisteravond was het om precies, ik lag 2:30 op bed en de wekker ging om 7:00. Dus we hebben een beetje kleine 4,5 uur geslapen. Heerlijk. En het is vandaag de Spelenkermis en de brandweerdag. De voorzitter, tweede keer van deze week dat hij te laat is, kan hij niks aan doen, overkomt het beste. Het ergste van alles is, hij woont hier aan de overkant, het is 1 minuut lopen. Kijk verder om je heen, we hebben hier even snel geteld 70 man lopen. Die beginnen nu allemaal aan luchtkussens te sjorren, te doen en om het allemaal op te bouwen. Had ik al gezegd dat het de Spelenkermis was en de brandweerdag? Sander, hoe gaat het met je? Ja, na omstandigheden best goed eigenlijk. Ja, ik heb lekker geslapen. Ik ging in bed liggen en 2 tellen later ging die wekker. Dan heb je goed geslapen. Hou je nog een beetje vol? Heb je er zin in? Ja, zeker weten. Onwijs veel zin in. Je ogen zeggen wat anders. Ja, dat klopt. Ja. We gaan naar Dwayne. Dwayne is een eerstejaars, maar die wil nooit op de camera. Einde van de week. Hoeveel uurtjes heb je vannacht geslapen? Weinig. Maar je bent wel dus de enige die ik nu zie zonder wallen. Hoe kan dat? Ja, je bent mooi of je bent niet. Dit je favoriete houding? Ja. Dit is de favoriete houding. Nou, het zal een succes worden. Sam, wat vind je van Brandweerman Samdag? Na deze enerverende ochtend en inspanning is de Spelenkermis bij deze ochtend geopend. Ik ga even vragen wat hij aan het doen is. Maestro, wat bent u aan het doen? Ik ben de kinderen warm aan het maken voor de springkussen. Ik begrijp het. En jullie zijn allemaal warm? Ja. Zeker weten? Ja. En zometeen allemaal nat en koud? Ja. Veel plezier. Een hele goede middag. Doe ik het weer nou? Het is een gekkenhuis. Het is chaos op de Spelenkermis. Hey, nou jij hier bent, mag ik jou wat vragen? Ja. Kom eens even naast me staan. Wat heb jij tot nu toe allemaal gedaan? De stormbaan en de kogel waar je over het water heen kan slingeren. En dat was heel leuk. Je ziet er niet nat uit. Nee, maar ik heb me net opgedroogd daar. Oké, je hebt je opgedroogd. Nou, heel veel plezier. Wil jij ook nog wat zeggen? Wil je nog wat zeggen op de camera? Ja. Ik sta op de camera en dit is echt een hele leuke dag, want je kan altijd doen wat je wil. Dus als ik het goed begrijp, gaan jullie nog lang niet naar huis? Nee. Camera! Nou, jullie denken, je blijft lekker onder het sop liggen, dan blijven we lekker warm. Ja, want het sop is gewoon lekker warm. Nou, heerlijk. Bedankt voor deze witte voeten. Veel plezier vandaag nog. We hebben een primeur te pakken. We hebben een luchtkussen in de vorm van een dolf. Bart en ik gaan heel eventjes kijken. We gaan erin om zo snel mogelijk aan de andere kant te zijn. Kom op. Succes. Dank u. We worden geholpen. Hi, we werden geholpen. Jongens, waar is de uitgang? Niet weten? Het is bij de uitgang. Ja, okay. De uitgang is bij de uitgang. En dan hier is de uitgang. Nou jongens, hartstikke bedankt. Ik krijg last van mijn rug. Yes! Yes! We hebben het gered. We hebben het gered. Ja, we zijn hier bij onze jaarlijkse traditie. Nou, en wat doen we hier nou eigenlijk? De jeugdkoningin, de hofdames, de nieuwelingen, die komen hier allemaal een rondje over de stormbaan. Ze beginnen bij deze, eindigen bij de achterste. En waarom doen ze dit? Om allemaal uiteindelijk bij de rode familie te horen. En daar doe je het voor. Oh, ja, niet gevallen, maar toch zeik en zeik nat.
ontzettend koud. Ik zie het, ik zie het, ik zie het. Oh, het... Het was nogal hard zweten namelijk. Hey, vertel eens, wat ging er goed, maar wat ging er ook fout? Nou, we hebben goed teamwork gedaan. Wat ging er fout? Nou, het eerste stukje. Het was moeilijk. Ja, het was geen heuvel. Maar daar ook met z'n allen hebben we elkaar geholpen. Toen ging het wel. Nou, jullie zijn helaas niet als allereerste, maar jullie zijn wel een hele goede tweede. Een hele goede tweede. Jullie hebben het prachtig gedaan, hartstikke leuk gedaan. Super. Hey, ga lekker douchen, ga je omkleden, ga je opwarmen. En met z'n hierbij zou ik graag deze dag de Spelenkermis en Brandweerdag Sam willen afsluiten. Ciao, ciao!